Heb jij wel eens gehoord van het meest innovatieve tankstation van de toekomst? Het bestaat hier in Pessem. Hier experimenteert Enexis met partners aan verschillende oplossingen voor een overvol stroomnet. En vandaag vertel ik je meer over de verschillende experimenten bij de Green Planet Open Huisdag. Waarom is het zo belangrijk dat zo'n tankstation als deze er is? Nou ja, iets moet er het eerste zijn natuurlijk. Hè? We moeten beschikbaarheid hebben. Op dit moment zetten we ons juist in voor elektrificatie. Dus dat je kunt laden bij Green Planet. En dat je kunt waterstof tanken bij Green Planet. En hoe werken jullie hier met Enexis dan mee samen? Met Enexis doen wij experimenten waarbij we op zoek gaan naar hoe stroom beschikbaar te krijgen. Want het is natuurlijk mooi als je stroom wilt aanbieden, maar je moet het wel op je plek krijgen. We zijn op zoek gegaan naar, zoals ze dat noemen, alternatieve transportrechten. Nou, en die mogelijkheden zijn er nu gecreëerd. En daar gaan we meer over horen. Loop maar mee. Laten we gauw gaan. Ja. Hoe is je presentatie net gegaan? Ja, goed. Ik kreeg hele leuke reacties. Nee, want wat heb je ze verteld? Ik heb verteld over alternatieve transportrechten. En daar hebben we hier 3 experimenten mee gedaan, hoe we dat kunnen gaan aanbieden aan klanten. En we hebben gekeken naar vast tijdsvenster, dagelijks variabel transportrecht en zon- en windbalans. En kun je al iets vertellen daarover? Ja, we hebben gekeken wat de impact op het net is van die experimenten. Of het goed uit te voeren is en of het waardevol is. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, want het energiemanagementsysteem is best belangrijk volgens mij. Maar volgens mij kan iemand anders mij daar meer over vertellen. Ja. Weet jij waar ik hem kan vinden? Ja, ik heb hem hier rondlopen, dus dat zou ik zeker aan hem vragen. Dan ga ik naar hem op zoek. 4, 1, 2, yo! 2, 3, yeah! Kijk, ik zie hem daar al staan bij de lunch. Even kijken of ik hem wat kan vragen. Michiel, mag ik jou even storen? Jazeker, wat kan ik voor je doen? Even een rustig plekje opgezocht, want iedereen is al lekker aan het lunchen. Ja. Maar ik heb toch nog een belangrijke vraag voor je. Natuurlijk. Want wat is nou dat energiemanagementsysteem? Ja, het energiemanagementsysteem bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Dus een lokale controller, die hier in dit geval Green Planet controleert. En je hebt een tweede deel waar die controller mee connect, en dat is de cloud. En daar zitten algoritme, voorspellingssoftware, data wordt daarin opgeslagen. Zo'n experiment is denk ik gewoon te complex om dat met de hand en af en toe eventjes naar de schakelaar toe te rennen. Dat gaat gewoon niet lukken. Wil jij nou meer weten over de experimenten die Enexis uitvoert? Ga dan naar enexis.nl en download het e-book van Brechtje.